Ja, natuurlijk Fischie hier weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van Give Me That Setup. Waarin de bedoeling is dat ik, dat ik elke free-for-all map moet gaan winnen met een klasse naar jullie keuze. Behalve snipers, want dat ga ik echt niet doen. Want daar ben ik gewoon veel te slecht in. Want, slecht Nederlands. Maar vandaag heb ik een klasse gekregen, deze. CM901. Met een silencer. En daar heb ik dan focus op gezet, want dat had hij niet doorgegeven. MP9 met extended mags. En de rest zijn Claymore, Tactical Assist, Slider Hand, Blast Shield, Steady Aim. Wauw, daar heb ik veel aan. En Scavenger Hardline en Recon dan als specialist streak. Dus dat schiet echt niet op. De klas is doorgegeven door Vaag Junior, oftewel Kevin. En die uploadt ook bij mij die... al die compilaties. Die maandcompilaties, die MOO-compilatie van afgelopen week. Als je die nog niet gezien hebt, moet je vooral even zien. Even kijken nog, hij staat onderaan in de beschrijving. Want hij is gisteren geüpload. Dus dat is eergisteren eigenlijk is het alweer. Is hij geüpload. En we gaan even kijken, we gaan een free-for-all potje zoeken. Moet even de juiste map zoeken, dus ik zie jullie zo jongens. En dan ben ik weer. En we gaan hopelijk spelen Fallen. Want Fearless heb ik al gehad. Ik word er helemaal gek van. Het wordt weer een map die ik al heb gehad. Oh nee. Fallen, gelukkig. Oh, ik heb net al potjes gespeeld. En ik kom elke keer mappen die ik al gehad heb. En ik moet dus elke keer een andere map hebben. Ja toch? Maar ja, we gaan nu wel lekker spelen. Op de map Fallen dus. Met de CM901. Met echt een AIDS-tricks. Ik ben blij dat ik Slide of Hand heb. Dat is dan het enige wat ik dan wel blij mee ben, zeg maar. Oh, ik heb jeuk aan neus. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Give me. Oké, nou. Ik heb dus geen portable radar. Ik heb wel clay cut. Dat is ook mooi. En we gaan gewoon even kijken of ik hem kan winnen. Ja, toch? Ja. Oké, nou. Delta team, you are clear to... Ik weet dus absoluut niet wat de spawns zijn. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Eigenlijk is tactical insertion wel heel erg handig in deze map. Niet dus. Jezus mensen. Ik loop gewoon door. Ik ga gewoon rondjes lopen en dan zie ik het wel. Waar dan? Oh god, boven. Daar zat er één. Ik ben blij dat ik silencer heb. Jezus mensen! Ik hoorde hem komen. Oh. Hardline. Ik ben zo gewend om tactical insertion, tenminste om mijn portable radar neer te gooien. En dan gaan we dus... Oh, er zit er eentje erbovenop, denk ik. Kut! Geen chief... Krijg, weet je wat? Jij wil camper daar. Ik ga jouw duel wel aan. Ga ik het duel... Ah, ik ga het niet. Ah, nee, kom op! Niet... Niet... Mijn tactical insertion neerzetten. Want dat is AIDS. Scavenger. Ja. Oh my god. Hé? Oh, jammer. Jammer. We gaan... Waar zitten ze dan? Oh. Type. Het Chukababra, dat is een, voor de mensen die het weten, voor mij is dat een of andere monster in Mexico. Iets wat, Wauw, zit er eentje goed te campen daar. UAV, dus ik heb geen assassin. Ook zo lekker is dat. Zit ze dan? Chukababra. Kom op. Scavenger. Oh my god, ik had nog eens...
was nog eens volledig geheeld. Ik ga maar teruglopen. Ah, yes, 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 yes. My god. En dit was gele aim. Ah, ik heb toch focus erop, jongens. Nee, 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 nee. Niet inzetten, Chris. Ga ik het gokken? Dat is lekker. Als je me niet aankijkt. Kut, geen C4. Er staat hier niets dat ik het niet mag pakken. Dus dat is mooi. Dan doen we deze maar hier overheen. Oh my god! Ik had toch een aardig stikje nu. Ik ben op de helft, jongens. Oh my god! Oh my god! Fuck. Waar zit hij? Deadman's... Oh nee, ik wou zeggen Deadman's Hand. Nee, dat niet. Kom op, jongens! Oh nee, stel het bomba away! Over mij heen, over mij heen. Nee, niet over mij heen. Ah. Hey! Claymore is altijd lekker. Spot u daar? Ik hoor ze. Ik hoor hem! Godverdomme, daar bovenop. Nou. Heads up, enemy UAV spotted. Waar zit hij? Ah. Oké. Okay. Hey, afterlife! Zo willen wij het zien. Altijd lekker Claymore. What the fuck, man? Kom op. Nog 9 kills. Hé, hey, daar zit er één. Oh my god. Oh my god. Oh, oh. Kom op nou. Dat is zo slecht. Dit is zo slecht. Oh my god. Oh my god. Niet daar. Oh my god, die aim! Ja, mijn aim is echt verschrikkelijk met een... Hoe heet ik weer? Met een CM901. Ik ben niet zo goed in CM901. Ik heb nog nooit een MOAB meegehaald trouwens. Jezus. Pff, dat was slecht, maar dat komt ook door het jumpen. Even kijken. Ik kom er niet meer tegen. Dat is ook irritant trouwens. Er staan nog 5 kills voor. Of 3 kills. Oh my god. Heads up, Delta Team. Nou. Enemy UAV spotted. Enemy care package incoming. Nou, kom op jongens. Ga ik er achteraan? Waarom ook niet? Ik moet toch wat durven. Predator. Enemy care package incoming. Even kijken hier. Nou. Is dat dood? Ja, hij is dood. Oké, okay, hier bovenop. Ah, het is lastig. Heel lastig. Oh,
Heads up, Delta team. Enemy UAV. Nou. Hey. Scavenger. Okay. Het dakkie van Bouke. Oh. Hardline. En nog eentje. Jezus. Nou, kijk die tijd. Hallo. Ongelooflijk. Maar wel gehaald. Jezus mensen, nou, dit is een hele lastige map, moet ik heel eerlijk toegeven. Dit, hè? Voor free for all, denk ik. Ik vind 30-14 vind ik eigenlijk. Ik vind alles boven de 2.0 ratio vind ik eigenlijk gewoon al prima. Ja toch? Bijvoorbeeld Underground en Hardhead heb ik bijvoorbeeld allebei al gehad. En het is in ieder geval leuk. Ik heb het in ieder geval weer gehaald. Ik zou zeggen, jongens, willen jullie meer zien? Laat je klasse achter. En denk je nou van, hé Chris, ik weet niet welke klasse ik moet achterlaten. Tenminste, misschien heb je hem al gehad. Je kan ook even de playlist bekijken natuurlijk. Naar de andere. Die zijn wel wat ouder natuurlijk. 5 maanden geleden voor het laatste geüpload. Dus ik hoop dat jullie leuk vinden dat deze serie weer terug is, jongens. Geef me een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye.